om in deze nieuwe video van Bolstar. Het is tijd om eens klaar te maken voor, voor Enzo naar school te brengen. Hij brengt vandaag een ganse dag, dus ik ben eens benieuwd hoe dat gaat zijn. We zijn ook niet gewoon van de vlog te openen in bed, maar ik dacht, het is wel een leuke idee. Ik zie ook vaak op andere video's dat dat wel leuk is eigenlijk, om de dag te beginnen in bed. Dus ik kijk er helemaal naar uit om hem naar school te brengen. Ik heb nog wel een paar minuutjes, dus we hebben toch nog wel wat tijd om niet meteen te moeten opstaan. Maar ik kan je zeggen, je begint het wel een beetje moe nog wel, dat wel. Niet zo goed door de woorden kunnen mee, maar we zijn er klaar voor hem naar school te brengen. Dus dat is het. En dan gaan we kijken voor de vakantie te kunnen regelen. Dus we hebben heel veel de boeg om te doen. Dus waarschijnlijk komen we heel veel mensen tegen en heel veel fans. Ik wil het ook even benadrukken. Als je foto's hebt met mij, je mag ze altijd doorsturen. En ook hashtag Bolstarfans gebruiken. Dan kom ik ook de foto's wel tegen. Dus het zal wel heel super leuk zijn. Ik heb binnenkort ook een, heb ik al vaker gezegd, de foto's die ik al heb, ga ik afprinten of ja, laten maken ergens. En dan zet je dat in een fotoalbum voor later de herinnering van mijn kleinkindjes te laten zien. Ze hebben geen kinderen, maar ik bedoel, als dan ooit later andere kindjes of aan Enzo dat kunnen laten zien. Dus je weet natuurlijk nooit of ik ook nog kinderen ga hebben. Maar daar ben ik momenteel nog niet mee bezig. Maar dus we zullen dat eens starten. Onze poes, die ook heel hard gemist wordt de laatste tijd. Ja, het moet nog een beetje opgeruimd worden, mensen, geven het eerlijk toe. Maar jullie worden de kat in beeld, dus hier is de kat in beeld. Dus, staat dus, hij gaat de bal pakken. Hij is een goede jongen, hè. Vandaag een hele dag naar school. Ben je er klaar voor? Klaar. Ja? Goed zo. Zo, we gaan ons klaarmaken voor school. Voor Enzo naar school te brengen. En Konijn staat buiten ondertussen, die zit nu buiten te genieten van haar vrijheid. Daar zit hij. Lekker buiten te genieten. Ja! Hoe zit je? Hoe zit je? Daar zegt. Ja, we gaan naar school. Hup. Is wel trots dat je naar school mag. We gaan met de fietskar. Dus gaan we met de fietskar zitten. Doe maar in. Doe maar in. Kijk, we zitten hier met. Dus als vakantie die gaan we zo meteen boeken. Allee, vanmiddag. Nu kon het niet, een boekje leken. Wij doen dat via rapportstap. Waarom? Ik wil er niet beschaamd voor zijn, totaal niet. Als je maar op vakantie kunt gaan of dat je nu weinig geld of veel geld hebt. Het is niet omdat je op YouTube zit dat je veel geld hebt. Hè. Dat is ook geen reclame trouwens. Het is gewoon voor mensen die ook niet kunnen betalen. Dus wij gaan binnenkort naar Blankenberg en wanneer dat precies is, dat ga ik niet vertellen, want dan is dat iedereen daar. Ja, ik ben nogal populair. Het gaat wel druk genoeg zijn, maar daar ga ik dus mijn vakantie dus boeken. Dus ja, we moeten nu even wachten. Het was pas om 3 uur tot 6 dat is, dus we gaan van de middag moeten terugkomen. Eerst ga ik mijn petekindje halen en dan kom ik naar hier. Dus ik kan wel eventjes bellen, even sturen naar mijn schoonzus en zo, mijn broer. Om dat eventjes te kunnen regelen.
Dus, maar het is dat je het weet. En daar hoeft ook niet. Ik vind ook niet dat we daar beschaamd over moeten zijn. Ik vind dat als je de kans krijgt om op vakantie te kunnen gaan. En ook welke instantie dat ook is, dat maakt dat niet uit. Eigenlijk. Dus. Ja. Dus ik wou het toch maar eventjes melden. Wij gaan nu door naar huis. En dan gaan we daar nog een beetje werken. En dan komen we van de middag terug naar het hier, naar het OCW-gebouw. Dus. Onze vakantie te regelen, hij zit hier te wachten met zijn koekjes. En dat is de bundel die we hebben, dus we gaan hier onze vakantie regelen. Het is een heel schoon gebouw, kijk waar we nu zitten. We zijn met OCW, wat ik ook al zei. En dit is de tweede poging. Fiets, dat is niet normaal. Dus weer, dit is mijn vrouwenfiets. En we zetten weer op. Hè? Fietsen, zegt hij. Altijd maar fietsen, met trappertjes nodig. Hè? Ik ga je in de fietskar steken. Dit is een mooie fietskar. Wij zitten namelijk hier, ja, het is nog altijd niet 100% gelukt, dus we gaan het nu opnieuw proberen. We zijn wentelteefjes aan het eten. Is het lekker? Ja, dat is goed. En ze is nu de blauwe smoothie aan het proberen. Was het was lekker, want hij wil het nog. Nog wat? Nog een beetje. Zo. Die vond hij wel lekker. En zo eet, drinkt hij toch wat gezond.